like. Oké, ben je klaar? Mentaal. Nee. Waar ben je naartoe? Hey, ik moet fucking nodig plassen, Milan. Fuck off, ik moet al 2 uur. Dus Eindhoven, hoor ik. Milan, ander jaar. We kunnen eigenlijk wel deze kant ergens een keer naartoe gaan, maar nee, pas op, dit is eigenlijk een heel diepe kant. Waar is het volgende gat? Ik zie het echt niet. Ja, daar komt ie. Moet ik hierheen of? Ja, nu naar rechts. Nee, niet zo vaak. Oh. Juist ga je er dan achter. Oh, ik dacht dat hier het gat. Hier was nee, ook één. Nee, ik sta nu naar rechts. Ja, oh, kut. Oh. Een stukje. Godzang. Oh, dat is echt erg. Nou, gelukkig komt er niks. Controle. Controle, die kan ook niks. Nee. Oké. Okay. Helemaal vrij. Oké. Okay. Gas erop. Ik heb 3 flits palen, ja. Daar gaat mijn benzine. Kut, sorry. Oh. Dat was wel oprecht gewoon 0 naar 100. Gewoon echt fucking snel, hè? Geeft u, dat was best. Dat was lekker. Dat zou je, niet lekker. Fuck, doe je dat daarvoor? Die niet jij kan nooit zo snel shiften. Rot op, man. David kan het niet eens. Jongen, wacht maar. Oh. Want ga je met hem track racen of wat? Holy shit, dat zou ik willen zien. Oh my god, ik ga het organiseren. Fuck it. Ik regel die shit. Over 4 jaar. Ja, maar ik fix jou wel een auto dan. Want ik vind het zonde als jij je eigen auto moet terugbrengen. Ja, ik ga gewoon niet terugbrengen. Nee, daarom. Want ik wil het ook niet met mijn auto doen. Want ik heb er nu al spijt van. Ik ben nu al een beetje zo'n traan. Ja, eigenlijk zo'n traan oogjes inderdaad. Nee, ik weet het niet. Ik heb een kleine viertje in de auto. Ja, maar elke ochtend daar, dan ga je een liedje aanraten. Nee, maar ik haat het liedje nu ook, want ik hoor te veel op de radio. De radio heeft eigenlijk geen nieuwe dingen meer. Volgens mij, er komt nog gewoon geen nieuwe muziek uit of zo, hè? Nee, maar ik vind het echt kut. Corona, hoppa. Dus van het laatste nieuwe goede muziek was het album van Taylor Swift. Deze drempel, daar hebben we niet eens van inderdaad. Vond je het echt goed? Nee. Heb je die brush geluisterd? Nee. Heb je Exile gehoord met Bon Iver? Nee. Die is echt goed. Ja, helaas heb ik die net gemist. Zet hem eens op. Nee, je hebt toch ook Spotify? Ik heb nog geen telefoon bij. Nee. Fuck off, ik had het net even vast. Ja, waarom twijfel ik aan mezelf? Ja, man. Je was nog ook met je Robie aan bellen. En dan ging je aan mezelf twijfelen. Wat is het nou? De drempels zijn allemaal fake. Bij mij in de straat hebben ze ook drempels gelegd, hè? Echte drempels? Nee, echte. Dat is kut. Je echt hoog. Echt of draaiend. Zo hierin rijden, hoppa. Paaltje. Je hebt voorrang in mijn goal. Fucking kut. Fucking Duitsers weer. Hij kan geen borden lezen ofzo. Nee, die wat doorreed. Oh. Hij had geen voorrang. Deze kut Kia Picanto, die ja, zo'n kut auto daar niet van. Maar trouwens, op zich, ja. als ik die zou krijgen, zou ik echt heel erg blij zijn. Ik zou met elke auto blij zijn, vooral van 25 kilometer autootje. Drie keer op het gat en dan ben je al te picnic! Picnic! Nee, die kunnen 5. Kijk, hier is dat meisje doodgereden. Oh, leuk, dat kwam van het nieuws. Dat was hieruit. Zij kwam daar uit en toen is eentje met 80 er tegenaan gegaan. Maar het is ook echt onoverzichtelijk. Ja, fuck off. Donker. Iedereen zet zo van, oh nee, wat een zielig meisje. Allemaal zo'n ding. En dan ben ik zo van, ja, als die fucking Mogol gewoon had uitgekeken, even naar links had gekeken, dan zag ze dat er een auto kwam en dan was ze niet overgestoken. Misschien was die allemaal al nacht. Het was niet eens in de nacht. Het was gewoon overdag. Excuus. Maar die auto, dat was gewoon een bestuurder van 21. Oh, kut. Oh, Milan. Een keer op versnelling. Lekker. Nee, maar dat was gewoon een bestuurder van 21 en daar heb ik het mee te doen. Want die heeft nu gewoon een levenslang trauma. Die heeft gewoon 2 meisjes, eentje in het ziekenhuis gereden en de ander dood. Zielig. Ja,
maar daar zit ik meer mee. Van, dat meisje dat had overgestoken met die scooter, die ziet iedereen dan als... Oh, die twee! Ja. Ik ken haar. Echt? Ja, man. Was ze kutwijf? Ja, ik vond het gewoon een beetje kut. Oké, ja. Nou, oké, okay, nice. Missen we dus niet. Nee, die zijn nog eens. Oh, ik wist niet dat er iemand speur. Ja, dat was daar. Oh, dit zijn er nog eens. Kijk hoe mooi de wegen bij ons zijn. Zo mooi. Als je wegen in Zuid-Afrika ziet, dan zijn wij echt gewoon de holy gods of zo van infrastructuur. Ze hebben echt gewoon zo'n nep landje. Nou ja, weet je. Ik had eigenlijk nog willen tanken, maar ik doe het denk ik gewoon niet meer. Dat ik vind het echt kut. Deze auto, de actieradius is opeens weg en nu krijg ik hem niet meer terug. Dus, ik weet niet, ik ben er een beetje zaad van. Dat is jammer. Ja, maar dit is echt mijn baby. Dus, dus je wilt geen kinderen, maar je dit is... Wel, ik heb wel kinderen, daar heb ik het al over gehad. En wat willen jullie doen? Jullie? Pardon? Pardon? Oh ja, sorry. De camera gaat niet aan, oh, is een beetje... Ja, ik mag niet commitment dingen. Godverdomme. Sorry. Dat is niet rustgevend voor de camera af van mijn hoofd. Fucking mijn hoofd. Oké, wat zou je hypothetisch doen zonder dat... Wat? Oh, voor kinderen? Ik zou sowieso minimaal 2 willen, maar ook nog meer eigenlijk misschien. Oh, echt van, want eigenlijk, ik vind zo'n... Ja, het is van ligt eraan ook wat ik krijg. Als ik 1 jongens en een meisje heb, dan ben ik eigenlijk al heel blij. Maar als ik bijvoorbeeld 2 meisjes of 2 jongens heb, dan zou ik gewoon nog een keer zo zijn van... Oké, okay, de volgende wordt adoptie, want dan kunnen we kiezen. Die zijn niet. Ja, maar ik weet sowieso niet. Misschien ook maar 1 kunstmatige inseminatie of... Allebei kunstmatige inseminatie. Hoe de fuck sta jij? Ik ga gewoon echt fucking dik langs je staan. Van, hallo. Hij heeft dikke schijf. Hij ziet het niet eens. Godzame moeder. Ja, wow, ik dacht echt dat hij direct doorging, die moeder. Ja, zijn. Joh, schep me op met je fucking Mercedes. Hoe snel ben ik? Jeez. Zeg je de kenteken? Wat? De kenteken. Oh, had hij een eigen kenteken? BLZ. Oh, echt? Please, no. Oh. Nou, nu vind ik het zaterdag zo dik over me. Oh ja, ik zie het. Dat is mooi. Oh, ik heb pak de verkeerde baan. Maar oké, okay, boeit niet. We zijn in Nederland, dat kan gewoon niet. Oh, ik zie je ook eigenlijk op zo'n dubbele rotonde gewoon over dat ding heen gaan. Ja, what the fuck is de logica van dubbele rotondes? Heb je ooit gezien hoe fucking confusing die zijn? Dan moet je letterlijk, als je weer omdraait, dan moet je gewoon bij de ene zo erop en dan ga je weer letterlijk eromheen en dan om die andere heen en dan weer terug. Ik haat wel. Ik vind het ingewikkeld en onnodig. Weet je, in India rijden ze gewoon hoe ze willen. Zuid-Afrika waarschijnlijk ook. Nee, ik had een infrastructuur gezien. Dat was eigenlijk best wel simpel. Zo chaotisch als China. Nee, hij vindt onze wegen echt super chaotisch. Hè? En dan zei ik zo van, sterkte in Duitsland. Ja, inderdaad. Duitsland is pas zo. Dan blijft hij gewoon staan. Hij staat gewoon nog steeds daar. Hè? Echt? Ja. Die wisten dat even niet meer. Dat ben ik ook gewoon om 10 uur. Ik ben al mijn informatie vergeten. Ik weet niet hoe ik moet rijden. Doe ik zo. Wow, dat vind ik vaak. Zou ik dan een keer gaan proberen tijdens de rijles? Ja. Dat ik niet weet. Doe ik zo. Ik rijd niet gewoon loshouden, dus van. En dan doe ik in de bocht wel, hè. In een bocht? Ja, als je raak rijdt, voel je er niet echt veel. Ik denk nog steeds als je rijinstructeur zoiets zou hebben van... Of dan kan jij zo'n heel verhaal vertellen en dan zit je zo van ja... En luister! En luister, weet je, het gaat echt... Ze gaan zo de hele tijd... Als hij praat tegen mij, dan kijk ik hem aan. Dan ik heb er geen... Hoe reageert hij dan? Sorry, dan laat het hem weg, zegt hij dan. Ik zeg, oh ja. Niemand moet tegen mij praten als ik rij, want dan kan ik eigen verhaal vertellen. Dat is wel grappig. Komt goed met mij, jongens. Kut. Soms vergeet ik ook gewoon om in versnelling te zetten. En dan sta ik bij een stoplicht en dan ben ik al helemaal klaar, helemaal voorbereid. En dan geef ik gas en dan, ja, dan zit je gewoon te reffen als het ware. En dan sta je daar zo heel akker, moet je weer koppeling in, snelversnelling. En dan zit iedereen achter je van, oh mijn god. Ja. Heb ik dagelijks, als ik jou zie rijden, denk ik, wat aan de hand? Oh ja? Kan jij dan eens rijden, hè? Wil jij weer rijden? Ik stap nu uit. Moet jij doen? Kom. Echt? Makkelijk. Oké, okay, kom dan. Stop hier. Politie, schreef, laat me je ID zien. Dit is Milo Gele en dan ga ik de auto uit. Ze heeft me gekidnapt, ze heeft mijn auto gestolen. Fuck off.
niet meer. Ik ga dan echt huilen. Ik ga echt ook de hele tranen krijgen dan. Oh, ik heb je nog nooit zien huilen volgens mij. Heb je wel eens zien huilen? Nee. Echt niet? Niemand. Waarom niet? Heb je mij wel eens zien huilen? Mij heb je oh ja, mij wel en jou, jij bent hier de supermannelijke. Oh nee, ik ben hier het meisje. Waarom ben jij het meisje? Fuck off. Ik ga weg met jou. Jij zit hier. Jij bent hier altijd emotioneel. Elke botten. Jongen die je kan vinden rond te zoenen en af te trekken. Fucking blowjobs en alles wat erbij komt kijken, weet ik veel wat je doet. Nou, weet ik veel, dan ben ik onder invloed van de hand. Ik wil best wel gewoon eens op een afstandje jou volgen wanneer je uitgaat en kijken hoeveel jongens je op een avond afwerkt. Ik moet wel zeggen dat ik het altijd grappig vind als ik drankjes krijg of zo. Dan, en ik denk, weet je wat, fuck it, ik wil graag die drank, dus ik ga niet gewoon ook drinken. En ik denk gewoon, ik gooi die weg, tenzij die echt shady zijn, hè. Maar dan probeer ik altijd met mijn garen kop dan altijd 100% focus te hebben als hij naar de bar gaat. En dan zie ik, dan zit ik mezelf zo te kijken, zo. Zit hij niks geks om mee in aan drinken? Maar aan de ene kant ben ik zo niet helder. Dat ik nog steeds één keer knipperen of niet, dat ik het opleggen. Zou jij jezelf niet zien eindigen gewoon in een steek en dan gewoon dat seks hebben? Nee. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, heb je eigenlijk een seksshop hier in de buurt? Ja, ik heb er eigenlijk nog nooit ene gezien. Een heerlijk. Oh, daar! Ja, ik weet dat. Inderdaad, naast die pianowinkel. Ja. Daar ben ik wel eens geweest voor een vleugel. Piano voor een vleugel? Nee, niet voor een seksspeeltje. Gewoon voor een speeltje, in de vorm van een piano. Nee, maar die vleugel. Ik wilde toen gewoon een vleugel hebben, ook al speelde ik geen piano, maar ik dacht van, dat ziet er fucking fancy uit. Ja, maar dan moet je wel in je eigen huis, niet bij je ouders, in je slaapkamer. Ja, nee, klopt. Maar dat zou ik in mijn eigen huis gewoon willen, omdat het fancy as fuck is. Is ook echt fucking fancy. Maar dan moet je ook gaan spelen, anders ben je wat. Ik kan geen piano. Ik kan piano spelen. Echt? Mm. Ik kan Pirates of the Caribbean. Ik kan... Weet ik niet wel echt met beide handen, dus het is best professioneel. Ik kan ook eentje met twee vingers, maar dat is wel echt moeilijk. Ik ken die moed wel echt. Ik Milan, je gaat lekker altijd. Niet goed. Dan gaan we het opnieuw proberen. Kom. Zo. En dan gaan we, hè. Milan, ik heb geen riem. Tien punten? Of was 100 punten waren, nee. Ik dacht dat het niet spannend was. Wat is het? Ah, kut. De rekening van mijn dildo. Dat wil je wel, camera. Maar ik ben niet zo bekend. Dat was ik vergeten. Oké, dan moeten we eruit. Wat is een car wash, ding is? Ik heb nog 31 jaar. Eén keer meer naar de car wash. Is goed. Kan je helpen met mijn auto poetsen? Nee, doe ik niet. Maar ik ga wel mee. Oké. Okay. Deal. Deal. Ik heb koffie nodig. Volgende week. Doe me maar appen. Volgende week is vakantie, hè? Ja. Oh, kut, ja. Nee, ja, ik heb wel. Doei. Fijne avond. Hallo. En ik, hè? Altijd. Ze krijgt het niet beter. Zou dat nou komen? Wat is mijn dashcam? Ja, let op. Maar... ja, ik heb mijn riem om. Zij had ook de riem om. Wat denk jij? Als zij geen riem om hebt... nee. Als zij geen riem om hebt, dan is het op mijn rekening, hè? Dus... dat is iets van 80 euro of 120 euro. Ja, wat de fuck denk je dat ik 120 euro wil rond te vangen? Heb ik niet. En, ja, je mag het best geven, dan mag je hier zonder riem in de auto. Waarom maakt iedereen altijd grappen om voice crack? Wat? Ja, vandaag voel je het al 20 keer of zo, dat is niet normaal. Ja, maar... ja, maar bij mij zijn dat zo'n kleine voice crack. Als Ilias een voice crack heeft, dan is het eigenlijk... dan is het echt erg. Nee. Nee, ik ben permanent voice crack.
Dat is mijn zwager. Ja. Ja, ik ga niet verder, helaas. Volgens mij ligt alleen mijn tas. Oh, kut, zit mijn laptop en alles in. Ilias, die deed je wel eens. Wat? Ja, hoezo, hoe Ilias zou je vriend zo worden door iedereen dan? Maar het is zo druk met publiek. Ja, maar hij heeft geen succes. Ja, dat is zijn fake move. Nu ben ik benieuwd wat er gaat komen. Hij heeft een zusje. Hij heeft een zusje. Dan kan die. Ja, maar dan kan het toch ook zijn dat zijn dochter is. Of zo. Wat denk je dan dat jij voor kinderen gaat krijgen als je. Hebben jullie ecstasy? Ja. Ja, alles, doe maar. Als je heel lang zocht die man, doe maar zo'n proeverijpakket. Nee, maar waar wij stonden. Ja, bij Huls. Je weet wel, die berg. Nee, maar dat komt een zaken. Kijk, het drukt. Ja, maar ze parkeren ook allemaal zo. Ja, maar ze rijden ook allemaal, ze komen naast elkaar staan, dan zie je even die handjes zo naar elkaar toe. En dan, echt 2 seconden en dan zien ze allebei een andere kant op gaan. Net zoals toen wij daar bij die noise shop stonden met Ilias, en toen waren die andere mensen daar, die stonden daar toch ook met die zakjes. Volgens mij was hij zijn assortiment laten zien. Dit is bakmeel en dit is poedersuiker. Dit is echt zo met zijn jassen. Dit is gewoon. Dit kan je inspuiten. En ja. Dit gaat. Nee, ik weet niet. Ik zou nooit spuiten. Lijkt me niet chill. Jij hebt het al letterlijk. Ik. Heb je pep? En ik zo, ja man, hier. Ja, maar. Ik weet wel iemand die echt zware meth heeft hier in Heerlen. En dan moet ik altijd boodschappen bezorgen. En dan komt hij. Ja, maar dan maakt hij die deur open, trekt hij die boodschappen naar binnen. En dan is hij helemaal bezweet, hè? Echt niet normaal. En dat huis, dat ruikt echt helemaal chemisch. Dat is echt alsof het een heel laboratorium is. Oh jongens, kom naar de auto, ik moet gaan. Dit is awkward. Nou, jongens, fijne avond. Ik hoop dat jullie het gezellig hadden in Maastricht. Is goed, gezellig. Hoi hoi! Well, that was an interesting conversation, I must say. I hope you heard anything of that, because that would be definitely worth it. Honestly, that was fucking amazing. I've never met her sister's boyfriend actually before, but I actually like him. Like, it was so easy talking to him, and I'm just talking to myself in this car, which is kind of weird, but I guess I watch Shmi and Shmi like continuously talks to himself in a car, so I guess that's fine. I honestly hope this isn't as bad as I think it is, but I mean, okay, that was definitely junkies. See, and that's the part about this neighborhood. You never know what's gonna come through that door, to quote Pawn Stars, you know. We
actually talked about so much, and I don't think you understand all of it, but... Oh my god, I'm sorry. I don't think you understand all of it, but I think you got, like, most of it. You're pretty smart, so you could probably figure it out. I'm sorry, my English really isn't this good. I'm trying my best, but it's really killing me. Probably because it's late and I have had, like, I'm not even gonna try to say that out loud. Mathematical statistics. Thank you. I hope you had fun driving with me. Like, I wanted to involve you in something, and I at least convinced Serena to... Should I call her Serena, like, in English, like Mermaid Serena, or should I just call Serena, as we use her name? I don't know. How would you say that, actually? I wonder if you get this far. Like, this is 21 minutes, like, I'm fucking crazy. Excuse me, I think I'm gonna stop this video, right? Should I drive till the end, or should I just cut it off now? I'm not sure. I'm actually quite... Wait. Oh, no. I was driving 70 on a 50 road. Size of officer, so I guess that's just fine. I'm curious if I should think of my English. Like, is it fine or is it like a fucking... Sorry for my swearing. Like, I swear a lot and I don't like it because I don't want to make a bad impression like you. But is my English like decent or is it really bad or is it like with a real obvious accent? And oh my god, this music. I just love Jessie J. Saw Jessie J live on Pink Pop and I was like, oh my god, Queen, that was really amazing. But I still don't... I don't think you would hate anything related to festivals. Like, you just don't like the concept of concerts, but I've also, like, barely been to any concert. Like, I always go to festivals and Pink Pop because just of the history and because my dad has been going for about 50 years and now I've been going since I was 10 or 9. So, it's like also a bit of tradition. And I think you would actually really enjoy it. Like, it is more of a food... It's like combining a food festival with the best artists of the world at that current time period and it's just one big party. Like, all people are just nice, barely anything happens ever. Like, yeah, 2 years ago, after the weekend, people walked home and went sitting on the road and they got hit and run and they died. And some are still in the hospital the past 2 years and they probably never recover. So that was not the most fun event, but I guess that's more of their fault. Like, why the fuck would you sit in the street? I'm sorry for my swearing. Again. Alright. They just place the speed bumps here in the road, and it's really odd because we've never had any speed bumps, but I guess it makes sense. Like, I also drive like 60 often on this road whilst you're allowed 30. That was a tight fit, I should have waited, I guess. But I'm home! But
have to park somewhere else. Like, oh, now I can show you where I actually park. Like, I have to go down the road, like, completely. Then I have to turn left. Playground I always used to play as a kid. Or child, I don't know. It's child sounds a bit better, I guess. And here's my parking lot. Yay, we have arrived. So yeah, this is where I park the car. And I actually always park under the street light if it's free, because the chances of it getting stolen is a little less, which is good. Well, thank you for listening. If you've got this far, I'm impressed. Bye!